In dit filmpje geef ik uitleg over het eerste gedeelte van de Nederlandse opstand. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan uitleggen hoe de Nederlanden rond 1500 werden bestuurd. Je kan uitleggen wat centralisatiepolitiek en particularisme zijn. Je kan uitleggen dat de onvrede in de Nederlanden financiële, politieke en religieuze oorzaken had. En je kan uitleggen hoe Filips II optrad tegen de protestanten en welke twee onbedoelde gevolgen dat had. Bij dit filmpje hoorden twee kenmerkende aspecten. De eerste hebben we eerder gezien, dus de protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. En de tweede is het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. De periodisering is vanaf ongeveer 1450 tot 1566. We zitten in de periode van de vroegmoderne tijd, de tijd van ontdekkers en hervormers, die duurde van 1500 tot 1600. De Nederlanden tijdvak 4. De Nederlanden bestonden niet zoals nu uit één eenheid, maar bestonden sinds de middeleeuwen eigenlijk uit zogenaamde gewesten. Net zoals het Duitse Rijk, waar we het eerder over hebben gehad, waren het eigenlijk allemaal verschillende kleine provincies eigenlijk, en die waren grotendeels onafhankelijk van elkaar. Alle gewesten hadden hun eigen bestuur, hun eigen wet, hun eigen recht en ook hun eigen privileges. En privileges zijn eigenlijk een soort belangrijke rechten die ze vanuit een vorst ooit hebben gekregen. Wat vaak tot gevolg had dat ze een bepaalde mate van zelfbestuur hadden en dat ze niet per se altijd afhankelijk waren van de vorst voor bescherming en dat soort zaken. Nou, binnen die gewesten was er een hele grote invloed ontstaan van de stedelijke burgerij. Nou, die stedelijke burgerij had heel veel invloed gekregen door de vergadering van de zogenoemde gewestelijke staten. En dat betekent dat de stedelijke burgerij, de rijkere burgers die door handel erg rijk waren geworden, dat die om de zoveel tijd samen met hun lokale vorst, hun lokale machthebber op het Hertog van Brabant konden overleggen en bijvoorbeeld dus ook invloed konden uitoefenen, zogezegd. En dat was toch wel wat unieker dan in de rest van Europa. En die burgerij had dus ook al meer invloed ten opzichte van andere burgers binnen Europa. Nou, boven al die gewesten stond dan de landsheer. En vanaf 1500 was dat die Karel V, die we ook alweer eerder hebben gezien, die ook de leider was van het Duitse Rijk. Nou, en die Karel V had heel veel andere bieden. Hij was ook koning van Spanje daarnaast ook. Hij was echt wel heel veel tronen in Europa als hij de baas van. En hij was dus ook de baas van de Nederlanden. Nou, die landsheer die moest om de zoveel tijd overleggen met de zogenoemde Staten-Generaal. En de Staten-Generaal dat was eigenlijk een vergadering van de vertegenwoordigers van alle gewesten bij elkaar. Nou, voor Karel V was het een heel mooi middel om via die Staten-Generaal te centraliseren, om centralisatiepolitiek te voeren. En dat betekent eigenlijk dat hij wil dat alles vanaf één punt centraal gericht wordt. Dat er één man is die de basis is, die is natuurlijk de koning. En door die Staten-Generaal kon hij afspraken maken die voor alle gewesten golden. En dus niet alleen maar bijvoorbeeld wat hij normaal gesproken moest doen als je met Holland aan het vergaderen wat specifieke belastingen met Holland moest afspreken, ook met Brabant, ook met Vlaanderen. Nee, hij kon dan zeggen voor heel dit gebied één soort belasting die moet betaald worden. Nou, ik kan je voorstellen dat het best wel een beetje spanning oplevert tussen die gewesten enerzijds en die landen anderzijds. En dat het best wel ook een beetje botst. En dat botst eigenlijk samen te vatten in de volgende twee begrippen. Namelijk het particularisme versus de centralisatie. Particularisme betekent eigenlijk dat die gewesten streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Ze willen zoveel mogelijk alles lekker zelf blijven doen. En zo min mogelijk bemoeienis krijgen van die vervelende landsheer, die Karel V. Daartegen was natuurlijk Karel V zegt van ik wil juist centralisatie, want net als hij alles op eenzelfde manier centraal geregeld en niet te veel moeilijk doen. Nou, door de opkomst van het protestantisme en ook door die godsdienstvrede van Augsburg, waar we het vorige keer over hebben gehad, zagen die gewesten in het Duitse Rijk ook een kans om veel meer macht te krijgen. En zij dachten, als in het Duitse Rijk geldt dat degene die de baas is bepaalt wat voor religie het is, dan moet dat toch ook hier in Nederland gelden, want wij zijn ook onderdanen van Karel II. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, zegt Karel, want Duitsrijk is het Duitsrijk, jullie zijn Nederlander, want jullie maken andere afspraken. En dat is ook best wel natuurlijk weer een beetje gek als je kijkt naar centralisatiepolitiek, maar hij wil natuurlijk niet zijn macht verliezen. Nou, en die Karel V die gaat eigenlijk net zoals het Duitse Rijk ook heel erg streng optreden tegen protestanten. En hij stelt dan ook de zogenaamde bloedplakaten in. Nou, dat betekent eigenlijk dat protestanten keihard vervolgd worden en dus ook in grote problemen komen. En dus ook publiekelijk op de brandstapel terechtkomen, gemarteld worden en dat soort zaken. Nou, dat is natuurlijk niet een hele prettige gebeurtenis, maar Karel V wilde eigenlijk alles doen om zijn macht op die manier te behouden. Nou, Karel V treedt in 1555 af. Die godsdienstvrede van Augsburg is voor hem ook wel een beetje een dingetje natuurlijk. En zijn zoon Filips II wordt dan landsheer van de Nederlanden. Nou, de Duitse Rijk, dat gaat niemand anders doen, andere kind van hem. Maar Filips II wordt naast die landsheer is van Nederlanden ook koning van Spanje.
Nou, en Philips II heeft eigenlijk alleen maar problemen geworven van zijn vader. En dat is met name in de Nederlanden. Het eerste ding is dat de schatkist van Philips II heel erg leeg is. Karel V was een best wel oorlogzuchtige vorst en oorlog kost natuurlijk geld, dus Philips II had niet heel veel geld meer. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, op te lossen het probleem, gaat hij dan ook meer belasting heffen. Nou, je kan je voorstellen dat natuurlijk niet iedereen daar even blij mee is. Daarnaast is die spanning tussen particularisme en centralisatie steeds heel erg sterk aanwezig. En Philips II moet daar ook een bepaalde manier mee zien om te gaan. Maar hij is eigenlijk nog wat strenger dan zijn vader en hij zegt nee, we moeten nog harder op een centralisatie zitten en nog harder die protestanten aan gaan pakken. En dat is ook hetgeen waar nog het derde punt waar hij mee tegenaan loopt is. Namelijk die groei van protestantisme blijft heel erg sterk, ondanks die bloedplakaten, ondanks die vervolgingen, krijgt Philips II niet voor elkaar om de protestanten te verminderen. En dat wordt eigenlijk alleen maar groter. Nou, Philips II die denkt op een gegeven moment van, nou weet je, ik moet ervoor zorgen dat ik mijn andere rijken ook ga besturen. En hij was ook veel meer eigenlijk gewend aan Spanje. Ook omdat daar natuurlijk veel meer katholieken zaten. Nou, Philips II vertrekt naar Spanje toe en laat de landsvoogd des, Margarethe van Parma, die dame zien we hier links, het gebied besturen. En Willem van Oranje, een jeugdvriend van hem en die later nog belangrijk wordt, die wordt stadhouder van Holland. En dat betekent eigenlijk dat hij namens Philips II het geheel ook mag besturen. En waar Margarethe dus vooral gericht is op het stukje van hey, de positie van de landsheer verdedigen, het centralisatiegedeelte voor elkaar krijgen, is Philips II veel meer, of Willem van Oranje veel meer gericht op de belangen van Holland als stadhouder van Philips II. Nou, die Margarethe van Parma volgt in eerste instantie heel erg sterk die harde lijn van Philips. En zij gaat ook vermoedelijk verder met die centralisatie en die vervolgingen. Nou, dat verandert eigenlijk als dan de adel in Nederland het zogenaamde smeekschrift aanbieden. Dat is met name de lage adel die dat doet. En ze zeggen dus eigenlijk, hey Margaretha, zorg ervoor dat onze privilege nou hersteld wordt. Dat wij weer de macht van meer kunnen krijgen. Dan zorgen wij dat ook onvrede en de problemen wat minder worden voor jou. En dat wij dus ons privilege ook weer terugkrijgen. Dat dus minder centralisatie is. En oké, als je dan toch bezig bent, stop ik alsjeblieft met het vervolgen van die protestanten. Want dat is ook iets wat voor ons niet heel prettig is. En onze positie ook alleen maar aantast. Nou, Margaretha die ziet dat dus gebeuren. Het smeekschrift wordt door echt een paar honderd edelen wordt dat getekend. Dat is voor haar best wel een signaal van, hey, hier moet ik wat mee. En dat zorgt ook voor dat zij eigenlijk daarover na moet gaan denken. Nou, die problemen die worden nog een keer verergerd als er dan eigenlijk een hongersnood ontstaat. Dat heeft te maken met een misoogst in de Nederlanden. Er is een aantal jaar wat minder oogstopbrengst. Dan krijgen mensen honger. En dat zorgt natuurlijk altijd voor heel veel onvrede. Nou, Margaret zegt eigenlijk, oké, nou, als ik hier nog niks aan doe, dan zal ik echt van de problemen terechtkomen. Dus oké, ik geef toe, ik zal wat minder centraliseren en ik zal vooral ook minder die protestanten gaan vervolgen. En daarmee laat ze eigenlijk de zogenoemde hagepreken toe. Nou, wat zijn die hagepreken nou? Die hagepreken zijn eigenlijk dat die protestanten in de buitenlucht een soort dienst mochten houden, waarin ze eigenlijk konden opzwepen en hun ideeën konden verkondigen. Maar die hagepreken die kregen, net als zij, best wel een opzwepend karakter. Want heel veel van die lokale dominees, zoals ze bij de protestanten heten, die waren vooral gericht op het aanpakken van die katholieke kerk. En gingen eigenlijk vol verder met het idee van Luther te verspreiden en ook van Calvijn. Nou, en die hagepreken die zorgt op een gegeven moment echt voor dat er een soort vlammende pijp ontstaat. Er komt een soort kruidvat op ontploffing. En dan krijgen we de zogenoemde beeldenstorm. En de beeldenstorm, dat is eigenlijk het kort en klein slaan van alle katholieke kerken in grote delen van de Nederlanden. Nou, die beeldenstorm die begint hier ongeveer, in dit gedeelte bij Hulst. En die verspreidt zich eigenlijk in grote delen van de Nederlanden, verspreidt zich binnen een paar maanden tijd. En overal worden kerken geplunderd, worden kort en klein geslagen. Nou, heel veel mensen zijn natuurlijk blij omdat ze die rijkdom uit die kerk mogen pakken en daardoor weer eten kunnen kopen. Altijd fijn. Maar ook heel veel lokale machten laten toe, want ze denken van laat die katholieken maar, wij willen onze macht laten zien. En als wij tegen hun ingaan, krijgen wij zelf misschien ook wel eens problemen. Dus we laten het allemaal gewoon gebeuren. Nou, Philips II die hoort natuurlijk niet direct van die beeldenstorm, hij zit lekker in Spanje. En in die tijd natuurlijk geen telefoons, dus de brief duurt wel even een paar weken voordat er is. Nou, voordat hij het hoort, zijn er natuurlijk al een aantal weken weer verder. Maar je kan je voorstellen dat Philips echt wel heel erg woedend is als streng katholiek. Nou, Philips II in zijn woede ontslaat dan Margarethe van Parma en hij stelt een nieuwe landsvoogdes aan, of landsvoogd in dit geval, namelijk de hertog van Alva, een trouwe onderdaan van hem en ook een erg streng katholiek, niet per se een hele vrolijke, fijne man, zoals je op de schilderij ook ziet.
Nou, Margaretha was al best wel betrekkelijk populair, omdat zij natuurlijk wel het smeekschrift had geaccepteerd. Het was niet dat ze echt op handen gedragen werd, maar ja, haar ontslag was toch wel iets voor de positie van Philips. En zeker die hertog van Alva was niet per se een fijne vent. Dus ja, Margaretha bleef wel een beetje populair. En door haar ontslag was Philips dus een stukje minder populair. En dat zien we met name ons aan als die hertog van Alphen op gaat treden tegen de graaf van Egmond en Hoorn en ook Willem van Oranje. Hij gaat met name die hoge adel straffen. Waarom? Omdat hij denkt dat zij dus verantwoordelijk zijn voor die beeldenstorm. En die graaf van Egmond en Hoorn, ook Willem van Oranje, was echt de toplaag van de adel. En zij werden echt wel heel hardhandig aangepakt. Ja, dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen, maar dat moet je eigenlijk een beetje zien als op een wijze van spreken onze huidige politieke leiders, zeg maar, publiekelijk ja, aan het schandpaal worden genageld. En dat gebeurt, dat aan het schandpaal nagelen, gebeurde best wel heel fysiek ook en heel bloederig ook. Op het centraal plein in Den Haag worden die graaf van Egmond en Hoorn, wat je hier op de foto of de afbeelding ziet, worden zij ook onthoofd. Nou, dat zien we dus hier ontstaan. Hier zien we de beul en hier zie je die graaf aan het neermappen. Egmond is al onthoofd en zijn hoofd wordt hier op een soort ja, plek geplaatst. Van, hey, ja, kijk eens even, dit gebeurt er als je met die protestanten meegaat. En dit gebeurt er als je dus ook tegen Philips II ingaat. Nou, natuurlijk echt wel een schriksignaal, net al zei, je moet je echt voorstellen, dit is die top van de adel, dit zijn echt wel hoge, belangrijke mensen. En dat zij dus nu ter plekke, zonder echt een goed proces, veroordeeld, berecht en onthoofd kunnen worden, ja, dat is echt wel een schok in de Nederlanden. Dat voedt eigenlijk die onvrede richting het beleid van de Spanjaarden alleen maar meer.